Dit schooljaar is onze klas een familie geworden. We hebben voor elkaar gekookt, op elkaar gescholden, de vredespijp gerookt. We hebben samen geslapen, we hebben eindeloos met elkaar gepraat en grote tekeningen opgehangen. En soms waren we teleurgesteld. We hebben duizenden vragen gesteld en duizenden woorden geschreven. We hebben haren geregen. We zijn gewezen op onze strategieën, methodieken en vanzelfsprekende aannames. Valse esthetiek, maar ook op kwaliteiten. We hebben bergen beklommen en om bomen heen gedraaid. We hebben bewezen dat de dingen niet zijn wat we denken dat ze zijn. We zijn een kameel kwijtgeraakt, maar we hebben wel een papegaaienmuseum ingericht. En we hebben eindeloze inventarissen gemaakt. Zoals werkplaatsmeester Frans zegt over de kikkers in zijn tuin, ze zijn allemaal individueel anders. We hebben hier 4 jaar gestudeerd aan Sint-Joost. Iedereen heeft heel hard gewerkt, denk ik, en heel goed gestudeerd. Ik denk dat we een stuk verder zijn gekomen die 4 jaar. Nu is het tijd om af te studeren en komt er een grote eindexamenexpositie. Die wordt hier in school gehouden. Het zijn de klaslokalen waarin we werken, dus die zijn vies en oud. En daar moeten we het ombouwen tot een expositieruimte om al dat harde werk samen te laten komen en recht te doen aan dat werk. En iedereen stopt heel veel tijd, geld en moeite in hun eigen kunstwerken, in schilderijen, in films, in foto's. Het kost veel geld. En randzaken, zoals muren bouwen, die we nodig hebben om een mooie expositie te maken, die kosten ook wat geld. En daarvoor spreken we u aan, of jullie. En om ons te helpen om deze eindexamen-expositie tot een succes te maken. Wat hebben we nodig? 24 knotsgekke kunstenaars, met passie. We hebben hout nodig voor, we willen 20 muren gaan bouwen. En het hout, we hebben daarvoor hout nodig. Spijkers, schroeven, voor alles en nog wat. Om ons werk goed tot z'n recht te laten komen hebben wij in de grote open ruimte hebben wij verschillende losse muren nodig. Die bijvoorbeeld hier geplaatst worden. Zodat je niet alle werken in één keer ziet, maar dat er meer ritme wordt aangebracht in de tentoonstelling. Ja, en het idee voor deze expositie was bij mij ontstaan toen ik deze zomer in New York was, in het MoMA. En het was me opgevallen dat ze daar het museum hebben opgedeeld in bepaalde galeries. Waar bepaalde werken dan met elkaar worden getoond en elkaar ook kunnen versterken. En toen dacht ik dat het voor onze expositie ook wel een goed idee zou zijn om de ruimte op te delen. En dat hebben we ook gedaan. En nu werken we dus samen met kleinere groepjes. En kunnen we goed praten over de inhoudelijkheid en hoe de werken elkaar kunnen versterken. Oh ja, de vloeren die moeten worden schoongemaakt. Die vloeren zijn nu echt ontzettend slordig en vies en goor en overal verspetters. En ja, we moeten toch een beetje voor zorgen dat er weer een beetje netjes eruit ziet. Dus we onze vloeren weer gaan schoonmaken. Sarah transformeert dit jaar van engel naar monnik en laat Auguste haar lange haren afscheren. Margot staart en zoekt het juiste blauw. Femme Jolie kijkt naar koopgedrag en zegt, gelukkig word je toch nooit. Maar Tom wil alle mensen juist gelukkig maken. Elise ziet het licht. Carina van Leenvoet brengt een ode aan plakmand en Carina Beumer schildert met potlood. Marleen Bego is verlegen, maar tegelijkertijd ook wulps. En Marleen Maathuis houdt de machines in toom. Wil je op deze manier graag geld binnenhalen om onze expositie zo goed mogelijk te krijgen, dat het echt als geheel er goed uitziet? En het geld wordt alleen maar gebruikt voor de presentatie van ons eigen werk, dat betalen we gewoon zelf. Dat is ons eigen, halen we uit ons eigen geld, spaarpotje, zou ik zo zeggen. Guusje loopt op haar tenen en laat haar kuiten groeien. Lia kruipt onder de tafel vandaan. Treini is een absurde paradox en een parade aan appeltaart. Jonathan is volgens mij nu in de werkplaats. Barbara ligt op haar romantische, barokke, maar stoute bed. Brenna denkt na over turquoise en zorgt voor letterlijke verdieping. Dick wil boten bouwen, Rick wil je ontmoeten. Maurits verdwijnt met boterhammen chocopasta in zijn universum. Jozua gaat op reis. Roos ontdekt de kleur en Bart is een schildersbeest. Denise suggereert en Anne leert. Janne schelt met tedernheid.